Ja. We zijn bij de deelnemers hier in de wedstrijd. Ik ben hier. Wat is je naam? Je hebt hier een meegegeven. Nou wordt er eerst, na de Raas van de Bol, dat is dat witte eilandje wat daar ligt, wordt er gezongen. Daarna buigen ze af, rechtsaf naar Texel. Dat is vanwege de stroming die er heel heftig aanwezig is. En daar moeten ze dus om denken. Dus ze zwemmen nog om ook, als het ware. In plaats van regelrecht naar Texel, dat gaat niet. Want zouden ze dat doen, dan komen ze niet op Texel aan, maar ergens op de Schellingen of zo. Meer dan water, dat wil ik zeggen. Het is we zien het gewoon in schuimend spoor door de water gaan in de bejaard. Achter de verbena. Dat doe je als je blijft genieten van haar. En hier is het ja. En hier is het ja. Ja, voor de begeleiding al die boot. Het is inderdaad te doen, als het niet is. Al de kano's die komen al aangevaren vanwege begeleiding richting Texel. Mooi gezicht, hè? Geeft een beetje kleur aan het water. Het water is zo grauw. In het zoute water. Meerdere keren dan twee klinics. Oké, dus het zoute water komt in de tent voor nu. Ja, dus morgen weer rustig een eitje met zout en dat is helemaal niet erg dan. Hey, heel veel succes. We staan hier bij. Pieter, je hebt een extra ring om je nek. Je hebt een sturen hier. Dus je bent een geroutineerde. Nee, niet echt. Ik heb een ring. Dat klopt inderdaad wel. Kijk, je ziet hoe gankoppen op het water is. Dat heb je nu wel dubbel goed. Jazeker. Maar dan ga ik extra snel praten. Is het je eerste keer? Allereerste keer. Zo! Heel veel succes. Dan helemaal succes. Ben je klaar? Ja, dat doet wel. Dat klinkt als... We gaan ervoor. Dat klinkt beter. Heel veel succes, man. Joris. Dames en heren, de starttijd is om 4 uur exact. En ik heb het 15 uur 52. En een aantal seconden, dus over 7,5 minuut gaan we van start. Over 7,5 minuut gaan ze van start. De topmuts op is. En verzamelt de deelnemers richting het startvak. Dat startvak is niet toegankelijk voor familie, vrienden of kennissen. Uitsluitend voor deelnemers en organisaties. Dus deelnemers, als jullie richting het startvak willen, maak je klaar. Zorg dat je muts op is. Zorg dat je bril zodanig is dat je het water in kan. Kijk, die heeft je goud op, dus die heeft al heel veel in binnengehaald. Die kan je zelfs in het water op je rug liggend nog teruggooien. Die worden dan op de kant verzameld. En die 88 schoenen, 44 paar, die kan je na afloop weer terugpakken. Ik heb ooit met de Elfstedentocht mogen meedoen in 1985. Toen lagen er 16.000 paar schoenen.
Dus het waren er iets meer om je eigen weer terug te zoeken. Dus hier is het een stuk gemakkelijker. Dus alle helden, alle deelnemers in het startvak. Familie, vrienden, kennissen mogen daar buitenom staan als een soort erehaak. En we gaan starten over 5 minuten. Zet hem op, hè, jongens! De spanning wordt opgebouwd, de deelnemers kunnen dus in het stadvak. Zorg dat je stadmuts klaar is. U ziet niet alleen gele, maar u ziet ook gouden badmutsen. Het is toch een klein onderscheid. Dat is niet voor de snelste, maar dat is voor degene die het allermeeste geld hebben opgehaald. Voor vieren. En daar is organisatie Vita. Met de gouden badmuts op, die heeft het meeste geld opgehaald voor spieren. Als instantie die het geld zo goed kan gebruiken voor onderzoek naar kinderen met spierziektes die mogelijk toch weer beter kunnen worden. Ik kan net zo'n bonus meegeven als je Ik was al een tijdje op zoek naar mijn vriendin van vorig jaar. Dag Olivia. Hoe is het met jou? Dat jij een enorme luchthoren bij je hebt. Ga jij de deelnemers wegschieten? En als je die luchthoren over 3 weken ook in de klas gebruiken? Dat denk je leuk. We schieten er helemaal leeg vandaan. Dan klinkt het zitten met Tessel aan toe. En dan weten ze daar ook wat kunnen pakken. Hey. En ik zag toch wat, ik zag een feit over jou, dat je meedeed met de spierkatloon. Weet je dat nog? Waar was dat? Oude kerk. Dit is filmen. Want ik zag namelijk een foto over je over... Op de YouTube gestart. Ja, dat is jullie samen. Weet je niet, wat heb ik niet. Nee, dat was een ander. En je mama en je papa wel. En ik kende die brug. Ik heb een rukoverevenement met de Kriotin. Dus hebben we samen gedaan. Hoe vind je dat? Oh, en jij mag straks schieten. En dan gaan alle deelnemers richting Petter zijn. Veiligheid. Denk je dat ze niet en omdat ik het mooi vind en leuk vind. Denk je dat ook wel, hè? Dan is het succes, denk ik, toch? Deelnemers, namens Olivia, de ambassadrice van Spieren voor Sieren. Dus heel veel succes gewenst. En we hebben nog 3,5 minuut voor de start. Ja, kom op. Alle familiekennissen kunnen nog leuke foto's maken, filmpjes, het maakt niet uit. Als je filmpjes maakt, dan kan je mij vragen voor het filmpje. Je ziet wel dat de deelnemers en deelnemers wat gespannen erbij staan. Sommigen willen een PR, anderen zijn er echt voor de prestatie. We zullen zien zometeen hoe het gaat. De een zal rustig zijn schoenen nog teruggooien, de ander dendert waarschijnlijk het water in. We zullen het zien, we hebben nog een krappe 2,5 minuut. En dan zal Olivia de luchthoren helemaal leeg toeteren. Nou, dat geeft een klap geluid op. Dus dat weten we zeker wel te horen. Dus we wachten nog even af voor de start. En we zijn ook benieuwd, want na afloop, als de deelnemers weer teruggevaren worden, dan mogen ze het laatste stukje weer terugzwemmen hier. Dat is in verband met de tijd. En dan kunt iedereen ze weer ontvangen. Maar dan zal er ook een check worden overhandigd van alle die door alle deelnemers is gegaan naar de velden om te kijken hoeveel er in totaal is. Rechtsaf ligt Texel en waarom gaan ze nu linksaf? Nou, dat heeft dus te maken met de stroming. En dat zorgt ervoor dat ze eerst een beetje zijwaarts van de stroming moeten zwemmen, waarna ze de stroming in de rug krijgen en dan richting Texel zullen afzwemmen.
40 was de tijd van Gerben een paar jaar geleden. Dat was de toptijd. Vorig jaar was het Stefan van 3-1. Dat zijn die dragen ze mee, er zit lucht in, er kan geen water bij, die zijn waterdicht, er zit een telefoon bij in. En andere attributen die ze nodig moesten hebben. Die kennen ze als ze op tekst zijn, kennen ze zijn allemaal onderweg. Hun familie bellen. Het is goed te volgen, weersomstandigheden zijn eigenlijk Hollandse kan het niet, vindt. Rubens, Wolke, zoals ze zou zeggen, en een redelijk kalme zee. Dat deed Olivia, de daar. Maar buitengaats ligt er iets meer... Dat is een meisje, die zit in een rolstoel en die heeft ook een spierziekte. Als we het vergelijken met gisteravond, dan is het eigenlijk gewoon een kalme, ruwe zee. En wordt het een gemakkelijke tocht, zou je denken. Maar ze moeten wel een heel stuk. De meesten hebben er goed voor getraind. We zullen het zien. We gaan langzaam, we gaan kijken hoe het zich vordert. Maar u ziet al wel dat de X3 hebben zich wat losgemaakt van de rest. En achterin zijn ze ook rustig bezig. En hebben ze de eerste 100 meter van hun 4, 4,5 kilometer er al op zitten. Terwijl de voorsprong al ongeveer 200 meter is. We kunnen er wat muziek in gooien. Zo dan, moet je dat veldbootje zien hoe het gaat. Halleluja. Dat betekent dat het ruw is. Nou, waarom gaat dat liedje aan? Omdat we het leuk vinden. Ik vind het wel leuk. Zo vind jij het wel leuk. Ik ook. Ik zat net naast me, maar die is nu weg. Ja. Nou, hoe oud ben je? Dat mag jij niet vragen. Ik ben al oud. Maar jij mag wel vragen aan mij, want ik ben niet zo oud. Nee, je bent maar heel klein, hè? Ja, hoor. Jij bent al heel groot. Ja, dat is ook helemaal zo, hè? Nee, anders komen ze even op de schellingen uit. Ja, dan gaan ze zo voorbij de kop. Dat redden ze niet. Ga maar naar het is nou heel zwaar, hoor. Ja, ja. Dat wel. Wordt een lange klok vandaag. Ja. Wordt wel tweedelig. Komt op YouTube terecht. Ik ben een vlogster, ik vlog alles. Gewoon onder mijn eigen naam, Corina met IE. Luister, durf, duur. Geen mobiel twitteren. Als je het kunt onthouden. Als je op Corina heen denkt, dan kom je er verzet. Nee, want de meeste bedrijven Corina fout. Ja, maar ik hoorde het met IE, dus dat komt goed. Ik ben de enige die zo I'm going to go to the next one.
had ook nog een kookboot met deurpaan en die is nou uit. Liever dan ik, doet ze niet na. Ze zijn al heel eind weg. Het worden miertjes voor mij. Je kan het wel gaan volgen met zo'n cameraatje als deze. Maar je ziet ze dus niet tekstel halen. Nee, we weten het wel dat ze het halen. Er is bootjes genoeg mee. Ik ga nu sluiten. Ik moet ook hoog nodig naar het toilet. Dus ja, ik zal even zien hoe en wat. En ik zou zeggen tot straks. We blijven het op de voet volgen. Maar of we dit zou kunnen blijven volgen, weet ik niet, hè. Nee. Ik zie zelf... Ja, ik zie nog wel wat in het water door de camera, maar... Is niet heel hard dat je de zwemmers nog ziet. Beetje oranje erboven. Wel een mooi gezicht. Geeft de zee wat kleur. Nou, het zeilbootje gaat alweer naar de rechterkant. En daar moeten hun dus achteraan, hè? Ze zwemmen achter die zeilboot aan. Die zeilboot die weet hoe ze moeten. Want ja, de zeilboot heeft geen zeilen uit, dan enkel een blauw vlaggetje in top. Ja, wel mooi. De K en de Marie. Ja, ja. Die moet er ook bij wezen, hè. En die is zomaar te plek als er ergens gebeurt. Dan giert hij er met een motor aan. Nou, dan giert hij vooruit. Nou, lieve mensen, ik doe jullie heel even uit. Ja, ik ga even wat anders doen. Tot zometeen. Ja, en ik wou jullie toch niet laten ontnemen dat ik zoom weer even in. Ik zit er eentje aan mijn haar te pulken. En er komt ook zo'n rotschip aan. Die haat ik nu vanwege die zwemmers. Ja. Moet je zien. En ja, er staat iemand naast me, die kennen jullie wel. Ja, Astrid. Hey! Ik had nog ingezoomd, ik zal even terugzoomen. Nou, nog een keer. Hi! Hey. Hey.
Oh, kijk dat ding uit de keer gaat aan. Oh. Ja. Ik zou niet graag een zwembroek zien. Maar gelijk moet ik gisteren. Nou, ik zou niet graag nu een zwemmen willen zijn, want je moet er tegenin. Ja. Nou, ik schiet met mijn nagel eraf. Dames en heren, u ziet die grote boot varen. U denkt misschien wel, oh jee, gaan ze nu vast door het peloton heen. En ja, dat is de bedoeling. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Het is gezichtsbedrog, dat is nog een paar honderd meter verschil. Okay. De laatste pakjesboot is even Sinterklaas. Tessel de Verlaten, die hebben oud Sinterklaas. Geweldig! Een dik verschil tussen, en het is geen enkel gevaar. We zullen misschien een paar extra. Okay. Dat was even de mededeling. Dan is dat ook weer goed. Jongen, nog een toe. Laatste pakje poot. Ja, ja. Als dat goed ging ook, hè. Nou, dan gaan we maar weer neer. Dan sluit ik hem weer. Geen gevaar voor de zwemmers. Zien wordt, ik heb ingezoomd, maar aan de overkant op Texel staat een oranje, ja, het is een soort met boog. Dat is de finish. Dat rode ding dat legt nou in de schaduw van de zee, van de zon. Maar midden, dat is een rode boei. En dat is de helft, zei de beste man achter mij. En daarom moet dus een oranje finish staan, maar ook die verdwijnt in de schaduw. Dat ik hoop dat jullie dat konden zien terwijl ik hem ingezoomd had. Zo niet, hebben we pech gehad. Dus we werken op de portofoon. Ja, lieve vrienden, de eerste drie die zijn binnen op Texel. Zijn ze binnen. Helaas kunnen wij hier dat niet zien. Ja, achter me wel hebben ze een kleine beeldscherm. Maar bij die drie is ook een heldenaar. Dus ja, helemaal geweldig. Heldenaar is de derde plaats. Ja, de heldenaar heeft de derde plaats mogen behalen. Nou, ik vind het top. Geweldige prestatie. Ze zijn onderweg. En de andere zwemmers die zijn nog steeds bezig om binnen te komen. Dus het komt allemaal goed. 41 deelnemers nog verder. De andere zijn de laatste zeven rukken op richting Texel en zullen binnen korte tijd hun voeten weer op het strand kunnen zetten. Astrid is weer weggegaan, die wou niet blijven totdat de deelnemers weer terugkomen. Nou ja, dat moet ze voor zichzelf weten, uiteraard. En nou, het is wel een knap moment voor de zon te zien. Het zand waar net in de
Wel lekker. De kinderen genieten. Die halen natte schoenen. Maar ja, het bijt nog uit ook, het zoute water. Ik sluit maar weer even. Ja, dan hebben we zo'n groot schip. En wat het is, ik weet het niet. Maar ik heb al horen water vertellen. Dat is stenen uit de diepte weghalen. Maar wat het zo is, ik weet het niet, hè. Nee, ik heb het onder. Dit is pas de tweede die ik hier al... Het is even stil, dames en heren. Er zijn er is nog 5 deelnemers onderweg. We zijn 1 uur en 24 minuten bezig. En het is even wachten en luisteren welke 2 van de 7 er wel gefinished zijn en welke 5 er nog onderweg zijn. Ondertussen heeft u een vrij uitzicht op de Bartolomeo Dias. Nou, prachtig schip zo te zien. Die maakt zijn reis meer dan waard. Het is gelukkig niet hinderlijk voor de zwemmers. Sterker nog, als hij langs de laatste zwemmers gaat, dan kan hij misschien net dat stuurtje in de rug geven door deze golfslag. Dat ze eigenlijk gewoon tussen opgepakt worden, zodat het wellicht wachten sommige zwemmers daarop. Die zagen die boot al komen en denken, dat wordt lekker, dat scheelt een stukje inspanning. En we zullen zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Ja, wat een bakbeest dan, hè. En ik zit hier heerlijk in het zonnetje te genieten. Ja, ja. Het is heerlijk hier. Het draait nog een hartje van de hand. Dat is niet een vlaggetje van de hand geweest. Dat geeft mij in ieder geval de gelegenheid om de sponsor te doen. Wit en wit hier in Den Helder, Helder Events, i.media, Manege Bruin, Oosterbeek, Wadden Explorer, Speedo, De Helder voor Jongens, Zeker Dead Corps, Boog Promotions, Instructie op Maat, Bols Verhuur, Juwelier Suisse, Jani Grips, Reddingsmuseum, Café Bom Dia, Tuin Den Helder, QCS Air Internet, Reddingsbrigade Den Helder, Smit Systems en Helder Events. En natuurlijk kunnen jullie nog steeds heerlijke koffie krijgen. Of als jullie al een etage verder zijn, een lekker biertje of wijntje. De innerlijke mens kan nog steeds gevuld worden met een broodje braadworst, hamburger of hete kip. Wat willen we nog meer? Als u de sponsors niet alleen wilt horen, maar ook wilt zien, dan wijs ik u hier op de spandoeken die hier in het midden in een driehoek staan. Waar aan één kant de sponsoren zijn vermeld. De andere kant het spandoek van Spieren voor Spieren. En aan de derde kant, want het is nog helemaal een driehoek, daar hangen de foto's van de sponsors van de Helder van vandaag. De deelnemers 2018 die bezig zijn om deze tocht te volbrengen, dan wel deze tocht volbracht hebben. Wat is het draaiboek verder? Als de laatste deelnemer gefinished is, dan wordt de finishboog afgebroken. Dan zijn daar de bootjes waar de deelnemers weer in moeten. Die bootjes gaan terug hier naar Den Helder. En ongeveer 100 meter voor de startstreep worden de deelnemers weer oneerbiedig overboord gekieperd. Maar dat is alleen maar om de snelheid erin te houden. De laatste 100 meter zullen ze dan hier naar de kant toe zwemmen. Weer tussen de spandoeken waar ze gestart zijn. En dan worden ze opgehaald door jullie publiek. Vrienden, EGA's, kinderen, noem maar op.
En daarna zal dan de stichting Pieter samen met de deelnemers de cheque overhandigen aan Spieren voor Spieren, met daarop getekend het bedrag dat het dit jaar is geworden. En dat bedrag is nog spannend geheim gehouden. De cijfers zitten nog in de kluis bij de notaris. Die gaat de sleutel pakken als de laatste deelnemer gefinished is. En dan zal het bedrag bekend worden gemaakt. In 2012 werd er 16.500 euro overhandigd. In 2013 werd er 20.000 euro. In 2014 41.000 euro. In 2015 zat er iets naar 34.000 euro. In 2016 ging het niet een klein beetje omhoog, maar kan je het gewoon omhoog naar 65.000 euro. En vorig jaar werd er wel iets ruim 70.000 euro. Gewoon dan. Voor vieren. 70.000 euro. In totaal al door deze mensen 245.000 euro is binnengebracht. Er zijn dagen dat ik het niet bij me heb. Ik heb gedacht wel, maar En ik kan u ondertussen melden dat met nummer 15 Mitte Nijman is gefinist. Met nummer 38 Pieter Roel Tuinman. Toppie. En met nummer 43 Mirko Muller. Dat is ook onze Oosterkruis binnen. Gelukkig is hij niet doorgevoerd in Duitsland. Dan was hij ook weer een tijdje onderweg geweest. Misschien niet groot. Deze drie zijn binnen, dat houdt in dat er nog vier deelnemers onderweg zijn. Nog vier. En ik hoor nog drie. Dus ondertussen is er nog weer iemand binnen. Weer eentje binnen. Er zijn er nog drie. Er zijn er nog drie onderweg. Drie onderweg. En we zijn anderhalf uur bijna onderweg. Anderhalf uur. Dat valt mee, want de verwachting was 1 uur 3 kwartier. Dus tot nu toe zitten ze dik onder het schema. Ja. Dus er staat er op test al iemand met heel veel handen naar beneden, heel veel vingers. Als Sven Kramer namelijk de ambassadeur is, ja, nog in de kook, die valt altijd met de vingers naar beneden, onder het schema. Dus hier staat Bas Habers met handen vol naar beneden. Kan het gewoon niet meer doen om zo ver onder het schema aan te duiden. Onderweg, ik kan ze aangeven, zijn nog Marian Brouwer met start nummer 2. Alice Pronk met nummer 24. Die komt uit Tuitje Horren en die zag er als een berin tegenop. Dat heeft ze wel verteld. Maar ze gaat het redden. En Denise van der Wel met nummer 37. Is het toeval dat er drie dames zijn? We weten het niet. Ik denk gewoon dat ze namelijk met elkaar praten. Zwemmen zullen, ja, en dan kunnen we misschien toch dat schema loslaten, want dan weet ik het niet meer, dames en heren. Nou, we zullen het zien, maar die drie zijn nog onderweg en ik heb wel begrepen dat ze aan de laatste paar honderd meter zijn begonnen. Dus het zal niet zo lang meer duren en dan hebben alle deelnemers het volbracht. Nou, dan sluit ik maar weer even. Totdat er weer wat nieuws is.